hebben even getankt. Welkom dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ja. En we zitten weer op de bike. Lekker man. Wow. Dit is toch weer even anders. We hebben een tijdje op de Busa gereden. En we dachten we pakken eens even de GSX S1000. Oh. Wat een kanon is dit. Niet normaal. Het is echt een hele andere ervaring rijden op deze bike. Terwijl ik al echt moet toegeven, de Busa is toch mijn favoriete. Dat is gewoon iets wat in mijn hart zit. Is gewoon die Hayabusa, die rijdt gewoon zo lekker. Hij zit ook gewoon zo lekker. En dat ding is gewoon fantastisch. Maar zeker niet om slecht te praten over deze bike. Want dit is gewoon echt een beest in hart en nieren. Zeker hoe die er nu bij staat. Maar we dachten het is nog even een beetje lekker weer. Dus we gaan even naar Motorstore Barendrecht. We gaan nog even wat dingetjes bekijken daar. Er staan natuurlijk de nieuwe Suzuki modellen. Die staan er. Er staan een paar nieuwe Yamaha modellen. Dus jullie zagen al een paar video's geleden, hebben we een ritje op de Tenerregen gereden. Dus we gaan even kijken wat ze allemaal hebben staan en dan gaan we gewoon weer even koekeloeren. Dus voor nu gaan we gewoon nog even een klein stukje rechtdoor. Gaan we gewoon lekker binnendoor, even een beetje knallen. En dan gewoon nog even lekker genieten van de GSX. Allemaal te veel mooie spullen. Hier de nieuwe V-Strom. Hier zo ook allemaal. Heel nice. Natuurlijk de nieuwe Busa. GSX SGT. Allemaal leuk speelgoed. Pedik Toepers. Toeperbop. Nice. Nou ja, dit was even een bezoekje aan de Motorstore Barendrecht. En dan gaan we weer even door. Ik zie jullie zo. Nou mensen, we hebben even hier een foto gemaakt. En we gaan nu weer terug naar de bike. Fuck, wat is dit nou weer? Goed. We gaan maar op mijn telefoon heb ik een app met mijn garage. Dus daar gaan we nu even naartoe. Hoppa. Gaan we eens even kijken wat we in de garage hebben staan. Oké, fuck it. Deze keer gaan we gewoon weer voor een adventure. De naked bike is weg. Tenere van vorige keer beviel het echt super goed. Dus we pakken gewoon weer de Tenere 700. Nice. We gaan toch voor de blauwe. De blauwe vind ik wel echt fucking dik. Gaan we erop zetten. Laten we maar gewoon gelijk Paul Beugels erop zetten. Venture bike. Ga gewoon gek doen. Oké. Valbeugels zitten erop. Gaan we nog meer doen. Right, we gaan een dikke Acra erop zetten. Oké, zwart. Zwart vind ik toch wel wat mooier. Nice. Dit gaat hem worden. En laden. Thank you.
Aan de bike starten, mensen. Hoppa. De eerste kilometertjes komen erop. Hij staat nu op 8 kilometer. Je kan hem ook trouwens aansluiten via een app op je telefoon. Dat gaan we even de volgende keer doen. Het is echt heel erg slecht weer. Maar het is echt een mooi display. We kunnen hem in principe ook nog veranderen naar straatmodus. Dus dat is heel erg simpel. We houden gewoon het knopje ingedrukt. Gaan we naar thema's en dan pakken we inderdaad gewoon het straatmodel. Ah mensen, het is gelukt. Het was even een klein knopje drukken. En dan zitten we nu in straatmodus. Het is een beetje een sportief klokje. Het is wel echt heel dik. Hij loopt echt lekker. We moeten natuurlijk wel de bike inrijden. Dus het liefst pak ik nu de bike en dan ga ik lekker over het veld hierheen scheuren. Maar dat gaan we nog niet doen. De banden. De remmen. Wat je allemaal moet doen als je een nieuwe bike hebt gekocht, dat is alles inrijden. De banden zit natuurlijk een laagje over vanuit de fabriek. Dus dat is natuurlijk nog glad. Daar moet je voor uitkijken. En je wilt natuurlijk niet je goede bike gelijk verpesten. Kijk, het is dat ik een beetje lang ben. Ik kan gewoon opstappen, maar deze bike is wel groot. Heerlijk. Ik hou ervan. We hebben in principe ABS mode, is gewoon aan of uit. Daar kunnen we hem uitzetten. We hebben daar ook een USB lader. Naar normale settings kunnen we ook nog even kijken. Dus de onderhoud, de brightness, de klok. Dus daar kunnen we allemaal gewoon even koekeloeren. Dus in principe alles is nu gewoon gedaan met de bike. Alleen we moeten even kijken hoe we daar zo bij kunnen. Maar dat komt wel goed. We gaan vandoor, we gaan rijden. Aan het rijden. De zithouding is echt super lekker. Het zal echt weer wennen. Je merkt dat het stuur wel heel erg voor offroad is gemaakt. Dus als je staat, dan heb je ook echt een hele goede grip. Dus dat is alleen maar fijn inderdaad met dit soort motoren. Oh, dit is toch echt heerlijk. Die noppenbanden, het is nog wel even wennen. Met de bocht nemen. Het voelt heel anders aan dan ja, gewoon echte straatbanden. Maar ik zeg, dat is allemaal gewoon wenning. En je moet altijd gewoon vertrouwen krijgen in de motor waar je mee rijdt. En we moeten natuurlijk de motor ook gewoon goed inrijden. Het blok inrijden. Dus we gaan nog niet in het rood. We gaan niet te laat schakelen. Gewoon voorzichtig. We hebben ook, zoals jullie zien, een eco-stand. Dus ik zou het benoemen als in de auto. Kan je kijken wanneer je moet schakelen, geeft hij aan. Dat is een beetje hier. Dus bijvoorbeeld nu rijden we in S5. We rijden goed eco. Geef een beetje gas, gaat de eco weg. Dat betekent meer dat je naar S6 moet schakelen. En dan rijden we weer eco. Dus de motor is super zuinig. Als je inderdaad gewoon zuinig mee rijdt. Dat is ook gewoon super fijn voor als we gaan toeren. Nee, wat ik al in die vorige video zei. Deze bike, ik reed er een paar meter mee. En ik was gelijk verkocht. Dus motorstoor Barendrecht. Nogmaals, thanks voor de service. Remy, Alex, willen jullie een goede bike kopen? Ga zeker even langs. Bij Motorstore Barendrecht. Waarschijnlijk de GSX S1000 komt ook te koop bij Motorstore Barendrecht. Dus willen jullie daar nog even een blik van vangen? Of zijn jullie of hebben jullie interesse in de bike te kopen? Ga vooral langs. De bike heeft een eurotje of 3.000-4.000 aan extra's. Nog fabrieksgarantie. Jaarbovengarantie. Dus dat zit helemaal goed. Nou mensen, ik hoop dat jullie dit weer een toffe video vonden. Ik heb weer genoten van alle dingen die we doen. Dus willen jullie nou weer even wat meer zien van de TNRE en van de Busa, van de projecten die er aankomen. Leuke ritjes. Vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal.
En voor nu gaan we nog even een klein stukje tuffen en dan gaan we weer naar huis. Want het weer is niet echt heel lekker. En dan morgen stappen we weer op de bike. Gaan we gewoon weer leuke dingen doen. Opa. Zoals altijd zie ik jullie weer bij de volgende video. Laters.